We gaan wat niet... zeg jij? Jij kan elke hotelkamer in. Arbeid mag vrij. Nou, ik denk dat... Oh, dit vind ik wel echt heel erg gewoon. Oh, verschrikkelijk. Hier kwamen ze dus gewoon op aan ook, met de trein. En dan ook te bedenken dat inderdaad de eerst werd gezegd dat ze echt naar een betere plek gaan. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Jij bent echt een schatje. Ja, jij bent een schatje. Zeg het maar. Ja, en ik ga nu ook nog voor je teruglopen voor koffie. Oh. Kijk eens even, jongens. Ik ben hier aan het editen, want dat moet natuurlijk elke dag gebeuren. En ik moest net op. Maar jij hebt even een lekker ontbijtje voor mij gehaald in totaal. Ja. Dankjewel, schat. Alsjeblieft, schat. Ik ga even koffie halen. Ja, lief van jou. Kijk eens, want jongens en meiden, ik had geen tijd om te ontbijten, omdat wij... uiteraard hier in Polen zitten. Dus een hele goede morgen en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het editen is elke dag natuurlijk iets wat moet gebeuren. En dat kost gewoon aardige tijd. Vooral als je weg bent naar het buitenland en je hebt geen goed internet. Of wat dan ook. Dan moet je dit altijd helemaal goed in elkaar gaan zetten. Maar daar moet je altijd even je tijd voor nemen. Dus vandaar dat Lynn hier even een ontbijtje voor mij gehaald heeft. Kijk eens wat lief. Ik ben ondertussen helemaal aangekleed, jongens en meiden. En kijk, de deur gaat hier open. Want wij zijn dus inderdaad vanochtend hier wakker geworden in Wrocław. Ik weet nog steeds niet of ik de plekkennaam goed uitspreek. Maar kijk eens. Even, wat een verschilletje met gisteren. We worden hier wakker en dit is dus een beetje onze uitzicht hoe het er allemaal uitziet. Ik moet zeggen, best een leuke stad. Zoals ik al in de vlog van gisteren gezegd heb, is deze stad dus... heeft hetzelfde aantal inwoners als Rotterdam. Dus het is best een grote stad. Maar wij zijn eigenlijk allemaal een beetje ready en klaar om straks de deur uit te gaan. Want wij gaan dus vandaag naar Auschwitz, jongens en meiden. Een hele... aparte dag. Zo, ik schrik me dood van die vogel. Een hele bijzondere dag. En ook misschien wel een klein beetje heftig. Maar we zijn eigenlijk allemaal ontzettend... is benieuwd het goede woord. We zijn gewoon heel erg benieuwd inderdaad naar wat we daar allemaal gaan tegenkomen. Kijk eens, de auto staat hier helemaal ready. Midden in Wrocław. Ja, ik vind het wel echt een leuk plaatje nogmaals. Nou, ik ga lekker achterin zitten, want ik heb hier nog mijn laptop. Kijk eens aan. Wij zitten lekker met z'n allen. Jelle achter het stuur. Zo, hou je ons heel jong, hè? Ja, ik ga mijn best doen, jongens. Oké, hartstikke mooi. Kijk eens, daar gaan we. Nou, jongens en meiden, wij gaan dus op naar Auschwitz op dit moment. Dus 2 uur rijden en 16 minuten. Zoals ik al in de vlog van gisteren verteld heb, jongens en meiden, is het natuurlijk best wel apart. En ook dubbel dat we hier naartoe gaan en dat ik hier überhaupt een vlog ga maken. Omdat natuurlijk 80 jaar geleden echt de meest heftige dingen daar gebeurd zijn. Een super groot deel van de geschiedenis, maar ook een deel van de geschiedenis wat uiteraard niet vergeten mag worden. Ik bedoel, ik vind het zelf ook best lastig over wat ik er nou precies over kan zeggen natuurlijk, omdat het een super gevoelig onderwerp is. Maar wij gaan gewoon rijden en wij gaan gewoon oprecht kijken wat we daar allemaal tegen gaan komen. Het wordt geen grappige of lollige vlog uiteraard. Het wordt een heel serieus onderwerp. En meer kan ik er eigenlijk niet over kwijt. Wij gaan lekker rijden. Jelle zit achter het stuur. Hij gaat het zo houden, heeft hij net beloofd. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik hoop ook nogmaals dat jullie deze vlog ook interessant gaan vinden. En überhaupt ook misschien wel kunnen waarderen. Omdat, wat ik al net zei, dit onderwerp, de Tweede Wereldoorlog... en de strafkampen, et cetera, mag gewoon echt niet vergeten worden. Het is echt verschrikkelijk natuurlijk wat er in die tijd gebeurd is. En maar het is ook een stukje bewustwording dat mensen het zien dat je echt waardeert wat wij hebben. Ja, de dat vrijheid die we eigenlijk nu hebben inderdaad allemaal. Dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is als dat we maar eigenlijk denken misschien. Nee, daarom. Kijk eens jongens, we zijn ondertussen dus lekker onderweg. En ik ben eventjes voorin gaan zitten bij Jelle. Maar ik zei net al, het is echt 1-op-1 Nederland lijkt het wel, Polen. Het is echt hier allemaal poldertjes. Heel veel is ook plat. Je hebt, tenminste, we zien heel weinig heuvels tot nu toe. Want in Duitsland zie je echt die heuvels en dingen. En dan heb je echt wel van zoiets van... bomen. Vaak van die naaldbomen. Ja, maar dit is echt, je zou zo kunnen zeggen dat je in Friesland zit. Ik geloof niet dat we Polen zijn soms. Nee, toch? Wat ik mij dan ook trouwens gelijk zit in te denken. Wij hebben natuurlijk gisteren hier echt sowieso 10 uur heen gereden. Nu moeten we nog steeds 1,5 uur. Maar ook überhaupt dat de mensen die dus vroeger op de trein gezet zijn in de Tweede Wereldoorlog, dat die ook dit stuk helemaal af moesten leggen. En dan dat ze moesten, jij had het over dat ze moesten pissen in een bak. Ja, dat ik weet zit allemaal wagons en er werden dan veel te veel mensen ingestopt. Ja, dat sowieso. Maar besef ook hoe lang die treinrit was, hè? En dan stond er gewoon een bak voor iedereen. En het enge is, ze wisten ook niet waar ze heen gingen. Ja, dat is toch verschrikkelijk inderdaad. Ze hadden geen idee. Ze werden op de trein gezet met... Ga maar. Ja. Kijk, dit bedoel ik. Dit is toch precies Nederland, jongens. Gewoon echt die polders. Ik zou echt gewoon zeggen dat dit Nederland is. Ja. Maar het is echt Polen. Jeetje, kijk eens even, jongens. Er zijn nu ook echt barre omstandigheden. Maar ik zit dan gelijk weer te denken. Dit hadden ze natuurlijk in die tijd ook. Echt die verschrikkelijke omstandigheden. Ja, maat. Het is gewoon... het is confronterend, man. Zo'n rit er naartoe en dat je er dan over na gaat denken. Ja.
Des te verder we komen, des te steeds meer sneeuw we daar zien. Kijk eens ook op de bergen. Ook hier rechts, de landvlak, de landschappen worden een beetje wit zoals je ziet. Kijk eens. Maar daar is het helemaal erg. Over een kwartiertje komen wij aan, jongens en meiden. Dus het gebied waar wij nu in rijden is nog zo'n 10 kilometer. Dit is een beetje het gebied dus, waar het... Kijk, Oswiecim. Dat staat ik hier op het bord. Dat is de stad waar het kamp Auschwitz in ligt. Want Auschwitz is dus ook geen plek. Het is geen stad of iets. Het is gewoon echt het kamp. En ik wil nog eventjes iets kwijt, jongens en meiden. Want zoals ik al zei, ik ga natuurlijk hier een vlog maken. En het voelt aan de ene kant een beetje scheef om geld te verdienen met die vlog. Terwijl er natuurlijk van die gruwelijke dingen zijn gebeurd. Dus wat ik wil doen is eigenlijk de inkomsten van de vlog gaan doneren aan een bepaalde mensenrechtenorganisatie. Welke weet ik nog niet. Misschien dat jullie kunnen achterlaten in de comments aan welke organisatie ik dit het beste kan doen. Ook natuurlijk door alle andere dingen die er op dit moment in de wereld spelen en wat er allemaal gebeurt. Ik bedoel, eigenlijk wat natuurlijk nu 80 jaar geleden gebeurde in Auschwitz bijvoorbeeld. In principe, we weten natuurlijk allemaal wat er op dit moment ook allemaal in de wereld gaande is. Dus als jullie bepaalde organisaties weten, dan zou ik het geld daaraan kunnen doneren. We worden nu ingehaald door een ambulance, zie je trouwens. Oh, Jelle rijdt door rood. Ja, dat zegt niet dat je door rood mag rijden. Hé, wil jij anders rijden? Of niet? Ja. Doe eens lief tegen haar, joh. Ja, ik ga toch aan de kant voor die ambulance? Ja, oké. Nu mag je wel doorrijden. Nee, maar eventjes daarop terug te komen. Dat lijkt mij dus al een überhaupt het minste wat ik kan doen. Want ik wil gewoon oprecht geen geld verdienen. Op deze manier. We zijn er, jongens en meiden. En kijk, staan. Dit is het eerste wat wij hier al zien. Ook allerlei hekken sowieso. Dit zijn al redelijk oude gebouwen ook, denk ik. Maar we gaan eens eventjes een parkeerplaats zoeken. Om te kijken waar we dus de auto neer kunnen zetten. Kijk, als je hier links ook al kijkt, zie je ook zo'n hele muur inderdaad helemaal hier afgezet. Daarachter zijn dus inderdaad ook al van die huizen. Hier zie je een wachttoren, kijk. Die staat hier langs de weg. Ja. Wij zijn geparkeerd. Het is 0,5 graden, oftewel gewoon een halve graden hier zo. Het zonnetje schijnt wel en volgens mij valt het ook wel mee met de drukte, zie ik. We zijn eventjes ons nog aan het klaarmaken en daarachter is dus het... Kamp Auschwitz. Daar moeten wij dus straks heen. Auto staat geparkeerd. Heb je al een beetje een... Jij zei dat je best wel een beladen gevoel hebt al, hè? Ja, het is meer ook zo gek. Vooral ook inderdaad, omdat we natuurlijk aan het filmen zijn. Zeg maar, het is gewoon zo heftig wat hier is gebeurd. En ja. Dat je daar dan... Zeg maar, het is nu natuurlijk gewoon een... Ja, ook heel toeristisch. Klopt. En ik vind het wel heel... Ja, indrukwekkend om allemaal te gaan zien, denk ik. Maar het is ook wel een beetje gek gevoel. Ja. Ik heb precies hetzelfde. En vooral wij staan hier nu zo met onze muts en sjaal. En we hebben het alsnog allemaal hartstikke koud. Ja. En om te beseffen hoe zij daar allemaal, in wat voor omstandigheden zij hier waren. Dat is natuurlijk gewoon echt zo onmenselijk. Dus dat is wel echt iets wat we niet moeten vergeten. Nee, precies. Ja, het is nu 1,5 graden. En toen was het ook volgens mij zelfs echt -10, -20 natuurlijk. Want het is nu nog niet eens echt goed winter. Maar dat was nog veel erger. En wij staan hier inderdaad met onze jas. Nou jongens, wij hebben onze tickets gehaald. En we lopen nu de gang door. We horen wat dingetjes om ons heen. Ik weet het niet precies. En zo is de plek hoe wij dus naar het kamp toe lopen. Ik noem het steeds natuurlijk het kamp. We hebben net ook weer even een stukje gelezen. Er zijn dus 1,3 miljoen mensen hier naartoe vervoerd. Waarvan er 1,1 miljoen vermoord zijn. Dat is gewoon bijna allemaal inderdaad. Er zijn ook geen enkele overlevenden überhaupt van de gaskamers. Ik zei dat gewoon... gisteren al, het is echt bizar dat, er een, zeg maar, dat kogels te duur worden voor mensenlevens. Dat ze dan ja, want dat was ook een reden waarom ze met de gaskamers kwamen, toch? De kogels waren te duur om inderdaad mensen... Ze moesten een goedkopere, effectievere manier doen om mensen te vermoorden. Het is echt belachelijk, hè? Nou, kijk eens aan. Zo loop je er dus naartoe. Ik zeg natuurlijk 1,1 miljoen mensen vermoord. Maar het zijn niet alleen vermoord. Ze zijn ook hier eigenlijk gestorven aan de hongersnood. Of aan de bizarre kou. Zoals ik net al vertelde, natuurlijk in de temperaturen met -10. Nou, als je dan hierin zit, is echt verschrikkelijk. Kijk, dit is een beetje het beeld wat we nu krijgen. En als we hier dus doorheen lopen, zij op een hele bekende plek die we allemaal denk ik wel kennen. Kijk, want als je hier dus onderdoor loopt, dan staat er arbeid mag vrij. Nou, ik denk dat iedereen dit plaatje wel kent misschien. Het is een hele bekende uitspraak natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Werken maakt vrij. Maar ja, dat was natuurlijk helemaal niet aan de orde. En kijk eens even. Dit is dus het eerste wat we zien eigenlijk. Je zegt, dit is wel de plek waar iedereen onderdoor moest gaan. Ja, zeker. Dus waar wij zo met onze stappen zetten, hebben nog miljoenen mensen gedaan. Kijk die hekken ook, hè? Het prikkeldraad en alles. Ja, en hier liepen ze tussen, hè? Met honden en zo. Ja, klopt. En lagen hier ook geen mijnen?
Ja, om Auschwitz heen. Ja, oh, toch? Dat is eigenlijk onmogelijk om te vluchten. Ja. Onmogelijk. Kijk wat hier staat. The corpses of prisoners shot while trying to escape were often displayed here as warning to others. Oftewel, hier werden gewoon lijken van mensen die probeerden te vluchten tentoongesteld. Zodat je inderdaad bang werd om ook hier te vluchten. Dat is ziek. Dus jij moet die gast zijn die dit ophangt. Nou ja, überhaupt. Alles eigenlijk wat ze hier deden natuurlijk. We lezen dus net ook op een bordje dat vluchtelingen die het lukte om te vluchten, zeg maar, die werden, dan werd uiteindelijk hun hele familie gearresteerd en hier in het kamp geplaatst. Zodat ze dus terugkwamen inderdaad. Ja. Dat is ook echt ziek, hè? Mensen die het dan lukte om hier weg te gaan, dan... Ja, dan word je gewoon heel je familie gearresteerd, hier ingeplaatst en dan moesten ze wachten totdat de vluchteling terug was. En dan... Ja, en dan waarschijnlijk werden ze alsnog inderdaad vermoord. Bizar. Zo. Dus eigenlijk had het ook gewoon geen zin om te vluchten, want je vermoordt daar gewoon eigenlijk ook heel je familie mee. Kijk, dit is een beetje nu waar we lopen. Lin en ik zijn hier eventjes ergens naar binnen gegaan. En dit is dus... Waar we het over hadden. Ja, je kent de film The Boy in the Striped Pyjamas ook, yeah, wel, hè? Nou, dit is dus inderdaad wat ze echt droegen in die tijd. Dit zijn die pakjes die ze allemaal aan hadden. De pyjama's eigenlijk gewoon... Oh, Lin zegt net, je hebt hier ook inderdaad de Joodse sterren. Kijk, die liggen hier. Ja, die had natuurlijk elke Jood ook op zijn jas geplakt. Staat gemaakt van brood. Die sterren? Ja. Die sterren zijn gemaakt van brood? Nee joh, oké. Okay. Ja. Chess figures made out of bread. Oh joh. Ja, die pyjama's dus. En dat met deze temperaturen. We zeiden het net al. En wij hier maar met onze jassen rondlopen. Kijk eens wat een sfeertje ook hier hangt, hè. Wat we hier achter zien liggen, dit zijn gewoon allemaal brillen van mensen die omgekomen zijn. Kijk dan. Allemaal brillen. Het glas en alles zie je gewoon nog zitten, joh. Bizar, hè? Hebben ze het echt opgehad? Hebben ze het echt opgehad? Ja, tuurlijk. Het is waarschijnlijk gewoon uit die gaskamers gehaald toen ze overleden waren. En allemaal op een hoop of zo. Kijk dan. Dit zijn echt al duizenden. Ziek, hè? Wow, joh. Check ook dit allemaal. Wat is dit allemaal? Ook laarzen en dingen. Wat is dit? Kijk dan, je ziet daar schoenen liggen. Helemaal voor je. Kijk, dit zijn ook krukken van mensen. Echt allerlei dingen. Nou, je moet maar eens een pauze zetten, dan kan je beter bekijken wat hier allemaal ligt. Hier ook een netbang lijkt het wel. Kijk hoe groot dit ook is. Het verbaast me echt over hoeveel er bewaard is gebleven. Allemaal pannen, borden. Kijk wat hier allemaal ligt. Gewoon helemaal vol. En kijk hoe diep die bak is. Die bak is echt diep. Zo, inderdaad. Kijk dan. Je ziet het bijna niet, maar daar, hier. Echt helemaal vol. Ik heb het er net over met Lin. Waar is dat dan van? Maar heel veel mensen dachten natuurlijk dat ze echt naar een mooie plek gingen met de trein. En daardoor hadden ze allemaal spullen meegenomen. Maar dat werd dus gelijk, als ze hier aankwamen, werd het uiteraard gelijk afgepakt. En waarschijnlijk liggen daar dus ook nog pannen van en dat soort spullen van die mensen gewoon van thuis. Hier, daar heb je ook weer zo'n wachttoren. Zo erop. En we komen net daaruit dus. Kijk, dit is precies wat ik bedoel. Er staat hier ook robbing new arrivals of their property. Oftewel, nieuwkomers bestelen van hun eigendommen. Nou, er werd hier gewoon afgepakt van. Zo zag dat eruit. Er staat hier dat Auschwitz het enige kamp was waar gevangenen dus hun arm getatoeëerd hadden met hun nummer erop. Omdat er zeg maar, hier, dat was due to a high mortality rate and difficulties in identifying the corpse. Dus er waren zoveel mensen hier, zoveel doden, dat ze op een gegeven moment gewoon niet meer uit elkaar konden houden wie nou wie was. Dus daarom moesten ze gewoon getatoeëerd worden met een nummer op hun lichaam. En kijk ook hoe lang die cijfers zijn. Ja. Hoeveel getallen dat achter elkaar zijn. Van zoveel doden. Ja, 1,1 miljoen in totaal. Ik kan je niet eens voorstellen hoe dat eruit ziet. Zoveel mensen. Hier staat ook, je werd echt gelabeld. Dus als je bijvoorbeeld homoseksueel was, kreeg je dat. Als je een crimineel was, kreeg je een groen dingetje. Een politici rood. Maar ja, zo zie je het. Gypsies kregen dat. Sovjet, gevangenen. Je werd echt gelabeld gewoon. Kijk dan, zelfs dit. Als ze dachten dat je ging ontsnappen, dan kreeg je dit gelabeld. Dit is ook echt verschrikkelijk. Hier zie je dus foto's van kinderen die dus ook zijn omgekomen. Je wordt hier echt gewoon geconfronteerd met hoe ze er echt uitzagen. En ook allerlei babykleding. Kijk dan, van jonge kindjes, helemaal kleine schoentjes. Maar je ziet dus gewoon echt hier ook... slachtoffers en dan of ze het wel of niet overleefd hebben hier. Died 13 augustus 1944. Kijk dan, de eerste weken van het kamp. Dit is gewoon waar ze op sliepen. Gewoon letterlijk stro. Alsof ze als dieren behandeld werden. En toen iets verder, de eerste lente, sliepen ze op dit.
matrasjes op de vloer. Kijk dan. En elke ochtend als ze wakker werden moesten ze dit opstapelen en in de hoek leggen. Maar besef eerst van stro naar matrasjes. Ja, daar zit stro in, hè? Tja. En dit is hoe dus de toiletten eruit zagen. Kijk, zo moesten ze naar het toilet. Met z'n allen naast elkaar ook. Geen privacy, helemaal niks. Je had ook gewoon nul privacy, hè? Gewoon helemaal niks. Ik denk ook geen man of vrouw. Ik denk je moest... Nee, dat is gewoon... Of die waren gescheiden trouwens, hè? Man en vrouw, als ik het goed zeg. Ja, maar ik weet ook niet in welk kant dat was of overal was. Uiteindelijk was dit dus inderdaad hoe het eruit zag waar ze sliepen. Kijk, zo zie je de bedden. En dan met z'n tweeën op één level, hè? Ja, klopt. Je ziet het ook. Bedjes naast elkaar, inderdaad. Kijk eens. Echt gewoon zo ontiegelijk onmenselijk. Ik ga nog eventjes kijken, want je kan hier verder ook lopen, zo te zien. Ja, kijk dan. Dit is toch persoonlijk voor. Verschrikkelijk, hè? En koud achter die mensen. Ja. Koud. En allemaal ongedierte, allemaal ziektes. Ja. Dit is trouwens dus niet zo'n plek als waar ze echt sliepen. Want je ziet hier natuurlijk nog best wel gewoon mooie muren van nu. Alles nog redelijk goed geïsoleerd. Maar dat was toen natuurlijk helemaal niet. We willen eigenlijk nog op zoek gaan of we dat ook ergens kunnen zien. Dat je echt zo'n barak ziet. Kijk. Als in hoe het er toen dus uitzag. Echt gewoon hout. Er zitten waarschijnlijk zulke kieren tussen de planken. Ja. Kijk, en als je naar buiten kijkt hier. Dit was gewoon je dagelijkse uitzicht. Hoe grauw. En ontzettend depressief dat ook is. We staan hier nog eventjes rondom ons heen te kijken. Wat is jullie eerste gedachte als je dit ziet, zeg maar? Onmenselijk. Jij? Ja, gewoon bizar. Ja, hè? Gewoon alles. Super grauw. Alleen alles wat je nu ziet is nog beter dan hoe het was. Ja, klopt. Dit is de muur tussen blok 11 en 10. En dit is de dode muur, ook wel genoemd. Hier zijn dus duizenden mensen doodgeschoten, gewoon voor dit muurtje. Gewoon deze verschrikkelijke plek dus, ook überhaupt de hele sfeer die hier hangt, is dus het einde geweest voor heel veel mensen hun leven. En dan vraag je je misschien af, hoe zag dat er dan precies uit? Maar je hebt net het muurtje gezien. Dit is dus hoe dat eruit zag. Kijk eens. Zo werden ze neergezet en vermoord. Persecution and deportation of Jews in the Netherlands. Oké, dan gaan we eens even kijken wat we hier... zien dan in dit gebouw. Hier, dit bedoel ik. Hoe kon het gebeuren dat 107.000 van de 140.000 Joden uit Nederland werden weggevoerd door Duitse, naar Duitse concentratie- en vernietigingskampen? En hoe kan dat maar 5.500 Joden dit hebben overleefd? Hier zie je een plaatje van Rotterdam. Hoe het dus helemaal is plat gebombardeerd in die tijd. Zoals we allemaal weten, Rotterdam is natuurlijk echt een van de steden van Nederland die het hardst getroffen is door alle bombardementen van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Hier staat het ook, het zwaar beschadigde centrum van Rotterdam na het Duitse bombardement op 14 mei 1940. Dat is nog steeds goed te zien, hè? He? Alles is nieuw in Rotterdam. Ja. Er staat haast niks meer van vroeger. Nee. Er staat hier langs bij maar het beste ervan hoop, hoewel we uit Engeland geen mooie berichten over de Joden horen. Allemaal gaan ze naar Polen. Ja, het is de vraag of ze ooit weer terugkomen. Ze wisten ook gewoon niet dat het hier gebeurde, hè? Nee, ze deden in het diepste geheim. Ja, ze deden het echt in het diepste geheim. Ze wisten... Dat is ook nog het erge. Eigenlijk tot de bevrijding wisten ze het niet. Lynn en ik staan net naar dit te kijken. Dit is dus echt een supergrote muur. Maar alles wat hierop staat, zijn dus allemaal namen van omgekomen mensen. Echt tot aan het einde daar van de gang. Want als je heel dichtbij komt, zie je allemaal namen staan. Kijk dan. En waar ze vandaan komen. Heel veel Rotterdams hier staan. Het is echt, nou, hier, niet normaal. Dit is de plek waar gewoon allerlei mensen werden opgehangen. En hier liep je dus ook gewoon als gevangene rond bijvoorbeeld. En dan zag je dus hier allerlei opgehangen mensen. Het ziet er uit als een onschuldige balk. Maar dat was het zeker niet. Dit is een bordje wat je dus ook overal aan de kant ziet staan. Halt Stosch. Nou, we gaan verder denk ik. Hè? Ja. Check dit beeld ook zo met die sneeuwvlokjes en de kou en alles. Tussen de prikkeldraden heen en die barakken. Ook echt een duister en eng plaatje dit eigenlijk. We gaan nu ook naar een heel heftig iets en dat zijn de gaskamers en het crematorium. Nou, dat, je ziet het al. Daar zie je al een grote schoorsteen. Dus daar moet het vast zijn. Oké, we gaan naar binnen. Dit was dus eerst een crematorium. Oh mijn god, oh, dit vind ik wel echt heel heftig hoor. Kijk eens. Zo. Dit is wel echt... Dit is heel duur. Kijk eens even, jongens. Oh, verschrikkelijk. Dit is ook gelukkig helemaal allemaal intact, joh.
Het is echt heel naar om te zien. Hier heb je de putjes ook nog in de grond zitten. En dat is allemaal om te laten denken dat ze gingen douchen. Tja, waar dat gebeurde. Er werd ons net verteld dat je zelfs nog op de muren ook nagels kan zien zitten van mensen. Die gewoon... voor hun leven aan het strijden waren. Tja. Maar dat is niet leuk. Nee. Dus als je goed kijkt. Je ziet nagels op de muur zitten. Ja. Het is ook zo heftig om te bedenken dat inderdaad al die lijken die dan in die douches daar verderop lagen, dat die allemaal hier verbrand werden. En allemaal opgeruimd moest worden. Dat gebeurde gewoon hier. Echt een hele rare plek om hier rond te lopen, moet ik zeggen. Daar is ze zo snel naar buiten. Ik probeer het ook nog een beetje op me in te laten werken. We zijn weer naar buiten. Nog één laatste blik op de gaskamer. Dit is dus hoe die eruit zagen. Met echt die lugubere schoorstenen daar. Kijk eens. Aan de zijkant dus van het kamp. Want als je hier om de hoek gaat. Kijk, de rest staat daar. Dan daar gingen we net naar binnen bij Arbeid Macht Vrij. Dus dat is een beetje hoe het kamp in elkaar zit. Kijk eens. Daar in de verte. We gaan er weer vandoor. Zo. Echt een hele aparte ervaring. Ook nu met de sneeuw natuurlijk. Omdat je dan een beetje ook echt die... bizarre omstandigheden meemaken. Tenminste, het was nog erger. Maar als je hier op een hele zonnige dag loopt, is het natuurlijk ook weer anders. Terwijl ze uiteraard hier ook met zonnige dagen zaten. Maar we gaan weer richting de uitgang. En kijk eens aan, ondertussen in de auto. Wat een... rechtsaf naar Legio. Oh, wat een sneeuw. We willen nu nog eventjes kijken eigenlijk bij Birkenau. Want dat is dus het vernietigingskamp wat er nog naast ligt. Auschwitz 1, daar zijn we dus nu geweest. Dat was echt het concentratiekamp. Maar je hebt dus daarnaast ook nog Auschwitz-Birkenau. Dat is Auschwitz 2. Het is eigenlijk opgesplitst in twee kampen. En dat was dus echt het vernietigingskamp. Dus als ik het goed zeg, zijn daar dus echt over nog, 600 meter. Nog meer mensen omgekomen. Hier links langs de weg zie je ook nog een treinspoor lopen. Kijk, dat loopt hier links langs de weg. Dus we rijden nu een beetje er langs volgens mij. We zijn eventjes aan het zoeken. Trouwens, als ik eventueel foutieve informatie verteld heb net, of dingen die niet helemaal kloppen, dan sorry daarvoor. Maar dan zou ik het graag willen dat jullie mij natuurlijk verbeteren in de comments. Of misschien nog wat andere dingen over vertellen. Dat is altijd welkom. Maar ja, nogmaals, wij vonden het echt super interessant en natuurlijk ook heftig om allemaal te zien. Want ja, je wordt nu gewoon echt geconfronteerd met waar dit allemaal letterlijk gebeurd is. Je staat gewoon op de plek waar het allemaal heeft plaatsgevonden. Hier links zie je ook nog een deel van het kamp. Dus ja, dat mag altijd in de reacties. Kijk ook überhaupt dit, hè. Stel je voor, je deed een poging om te vluchten. Waar moest je heen? Ook in die tijd. Dit is gewoon hoe het hele landschap eruit ziet. En dan in die kou en alles. Waar moest je heen? Je wist dat je liep ook gewoon in je pyjamaatje dan. Je kon eigenlijk ook geen kant op. Je kon gewoon bijna niet vluchten. En wat ik dus net al vertelde, als je een vluchteling was, dan werd ook nog eens je familie opgepakt en naar het kamp gebracht en ook eventueel dus zelfs geëxecuteerd daar. Of nou gewoon eigenlijk, je werd ermee opgewacht totdat jij terugkwam. Maar ja, als je weer terug bent in het kamp, gaan ze je echt niet in je leven houden. Dit is een plek wat heel veel misschien ook wel kennen van de plaatjes. Birkenau 2 dus. Of Birkenau bedoel ik Auschwitz 2. Met de treinspoor wat aankomt. Met daar zo dus inderdaad de poort naar echt een gigantisch groot vernietigingskamp. Want daarachter zie je ook al die barakken staan in de verte. Kijk eens hoe groot het is. Niet normaal. Hier kwamen ze dus gewoon op aan ook met de trein. Dit is echt vernietigings. Ja. Hier kwamen ze echt heen om niet lang meer te leven. Moet je je dus inderdaad voorstellen dat je gewoon hier aankwam. Na urenlang in zo'n verschrikkelijke trein gezeten te hebben. En dan in de kou. Bij zo'n poort als dit en dan denk je, waar ben je beland? In hemelsnaam. We gaan het eventjes bekijken vanaf de buitenkant. Want je kan dus nu niet meer naar binnen. Maar hier zie je dus ook die, kijk, hoe die barakken eruit zagen. Ja, hier komt echt die kou doorheen, hè? Maar ik denk dat de spleten tussen je panken zitten. Ja. Het enige wat het doet is een beetje beschutten voor wind. En dan in die pyjamaatjes en alles. En nou, als je probeerde te ontsnappen, dan was dit gewoon, je had daar die toren staan natuurlijk. Plus die hekken. Ja, het was gewoon echt geen begin aan eigenlijk. Kijk dan hoe. Het zijn gewoon echt houten huisjes inderdaad. Echt schuren. Ja, maar dit is ook echt een andere vibe dan waar we net waren. Ja. Daar was een soort... Nu merk je ook nog meer de kou. Ja, een dorp, maar dit is gewoon... Ja. Niks. Kijk ook hier, ik probeer nog even mijn camera eroverheen te houden. Daar in de verte zie je ook zo'n wagon staan. Hoe ze dus aankwamen. Ja, ik weet niet of je dat echt op camera kan zien. Maar die staat echt helemaal in de verte. Je hebt hier ook voor de rest geen tentoonstellingen of iets, denk ik. Of verdere informatie. Dit is gewoon basically hoe zo'n kamp echt was.
En dan ook te bedenken dat inderdaad de eerst werd gezegd dat ze echt naar een betere plek gingen. Maar het gebeurde ook allemaal in het geheim gewoon, hè? Allemaal in het geheim. En dan kwamen ze aan, dan werden ze hier gesplitst van hun geliefdes en gezinsleden. Ja, ook. Dus je spullen inleveren. Het is echt gewoon de hel op aarde eigenlijk. Denk je dat de meeste mensen hier misschien een paar weken, maanden het volhouden? En ja, dat was wel, dat zagen we net wel bij de data. De meeste mensen die leefden hier misschien 2-3 maanden. En toen was het overlijden. Zo, jongens en meiden, terug in de auto. We zitten weer lekker met z'n allen. Lin is gelijk even een nieuw hotelletje aan het opzoeken voor straks in Krakau. Want wij gaan dus nu gelijk doorrijden naar Krakau. Dat is de dichtstbijzijnde stad. En eigenlijk, wat ik even wil zeggen, dit was natuurlijk allemaal super heftig om te zien. Maar daarbij ook nogmaals super interessant, vond ik zelf. En eigenlijk waardeer je hier denk ik nog meer je vrijheid die wij tegenwoordig hebben in Nederland. Dus ja, ik vond het echt een hele bijzondere ervaring om dit allemaal zo van dichtbij te zien. Klein beetje jammer dat we Birkenau niet echt meer in konden. Maar wel ja, hebben we natuurlijk van de buitenkant echt goed nog kunnen zien hoe het daar was. Want je zag het zag er echt uit als een verschrikkelijke plek. Al die barakken naast elkaar, die hekken en ja, van alles. Maar het is dus nu een uurtje rijden naar Krakau toe. Dus we gaan weer lekker de Poolse wegen op hier. Kijk eens aan. En dan gaat Lin even een mooi hotelletje uitzoeken. Heb je al iets gevonden? Of... Nee, nog niet. Oh, helaas. Kijk, kijk, kijk. Om het even lekker gelijk hier goed te maken met een lekkere McDonald's. Hey. Heerlijk. Heerlijk. Eet smakelijk, schat. Smakelijk. Ik heb zoveel saus besteld, ik weet niet eens wat het allemaal is. Wow, yo. Kijk dan wat ze hier hebben. Een hele bucket met allemaal dingen erin. Chicken tenders, chicken nuggets. Ik zit in mijn eentje terug in de auto. Ze zijn nog eventjes de supermarkt in om even paracetamol te halen. Voor Lin. Want die heeft nog steeds een zieke ontsteking natuurlijk. Dus ja, echt dikke respect dat ze alsnog meegegaan is. Maar die ontsteking is echt niet best voor haar. En ik zat wat bedenken dat mensen inderdaad ook... Kijk, Lin heeft nu ook een ontsteking. Maar ook in die tijd zaten ze inderdaad met echt keelontstekingen. Andere ontstekingen zaten ze ook natuurlijk in die barre omstandigheden. Daar ging ik ineens over nadenken net. Want er waren ook zoveel mensen gewoon ziek daar in die kampen. Echt, wow, joh. Nou, in ieder geval even snel opgehad bij de Mackie. En zij komen er straks aan. En ik ben hier mijn laptop weer. Mijn vlog moet online. Dat moet gefixt worden ook. Bedankt cameravrouw Lin Hermanissen. Bedankt, bedankt. Wij gaan lopen jongens. We zijn helemaal ready om naar het hotel te gaan. Zo. Kijk de loop. Wat een cameravrouw hoor. Ja, ik wil even van de voorkant gefilmd worden nu alsjeblieft. Ja, dag. Ja, van de voorkant alsjeblieft. Ja, nee, doe toch maar de achterkant. Doe toch maar de achterkant. Nee jongens, we zijn... dit is een pest situatie helemaal. Oh, auto. Auto. Kijk, dat is een auto. Oh, je gaat ook zomaar mensen filmen hier. Oké, nou, we gaan lopen naar het hotel. We hebben alle spullen mee. We gaan inchecken. We hebben dus een hotelletje geboekt in Krakau. En dan gaan we toch weer eventjes kijken straks voor een lekker Pools vodkaartje, denk ik, jongens. Jelle. Oh, een lekker biertje. Of we gaan even checken. Het is pas 6 uur 's avonds, maar het lijkt echt alsof het al 10 uur in de avond is. Want het is om 4 uur dus al donker hier. Wacht maar. Oké, nou, we gaan verder lopen. We staan voor het hotel. Het is echt gescand. Maar ze doen niet open. En het ziet er echt fucking dicht uit. Hij is niet open, Nee. Oh, ik dacht dat ze pik hoor. Hallo. Ik kan je lachen. Het zit open. Ik vind... Yeah. Oh. We had a reservation, but it's no one is... You need a pin code. Pin number. Have you? In email. Oh. Kan je vasthouden? Can we not go in and then... Ja. You can trust us. Maar gaat het nou echt... Ja. Wij hebben een hotelkamer, jongens en meiden. Kijk eens aan, hartstikke mooi. Het enige rare aan deze hotelkamer is dus dat er maar blijkbaar 1 raam in zit. En dat is daar. Voor de rest hebben we hier geen raam. Er is wel een leuke blonde dame aanwezig ook. Zo, wat leuk dat jij er bent. Ja, dank je. Leuk dat jij er ook bent. Wat gezellig. Ja, leuk. Leuk. Spreek je ook nog een beetje Pools of niet? Nu niks zeggen. Het enige wat ik ken is namelijk Kurva, maar dat is volgens mij een scheldwoord. Dat is het enige, zeg maar, waar mijn ouders van woonden vroeger, daar woonden ook Polen. En die hoorde ik altijd Kurva, Kurva zeggen. Dus ik weet niet precies wat het betekent, maar volgens mij is het geen mooi woord. Spreek het uit. Kurva. Oh, Lin, zeg dat nou niet, gek. Zeg dat nou niet. Nee jongens, we hebben hier dus een kamertje. Jelle en Bo hebben een eigen kamer. Maar zoals je ziet, we hebben dus echt geen raam. We hebben wel gelukkig een badkamer. En we gaan straks eens even lekker wat eten in de stad Krakau. Want we willen nog wel eventjes hier wat verkennen. En ik ben echt positief verrast over Polen. Het ziet er echt allemaal zo mooi en goed uit. En als ik heel eerlijk ben, ik had dat niet verwacht. Ik heb me ook voor de rest niet echt ingelezen over Polen zelf of wat dan ook. Maar ik ben echt
ja, best wel verrast over hoe goed Polen en alles er hier uitziet. En dat vind ik leuk, want dit is echt zo'n, ja, het zijn toch plekken waar je niet heel snel komt. En dat vind ik altijd wel leuk om toch te ontdekken, ook met de vlog. Gast. Hey. Lig je te pitten, jongen? Oh. Oh, oh. Was geen goede timing om de kamer in te lopen, dus we blijven waarom even... Niet? Waarom niet? Er was toch niks te zien? Oh. Ze lagen in bed te chillen. Oh. Ik dacht dat het, ja. Oké, okay, we gaan... Wat zeg jij? Jelle zegt letterlijk, ze lagen in bed. Oh. Oh, oh, weet ik veel. Ik wil er een spannend verhaal van maken die er niet is. Oh. Kijk, we zijn beland op de straat. Dit is het straatbeeld van Krakau. Oh, wow, zo. Ik zet mijn camera precies aan op het goede moment volgens mij. Wat een leuk pleintje dit, hè? Dit is toch hartstikke leuk, jongens. We hebben het er net over. Dit is echt een plek waar je normaal gesproken, tenminste wij niet zo snel zouden komen. Krakau. Echt nog nooit aan gedacht, eerlijk gezegd, om naartoe te gaan. Maar echt een mooi plekje zo. Kijk eens wat hier langskomt. Paadje. Nou, leuk. En dit is gelijk het restaurant waar we naartoe gaan. La Grande Mama. De grote mama. Naar binnen. Ik volg de twee blondjes. Kijk dan maar, waar gaan we heen? Zo, dit is ziek. Oké. Okay. Jelle heeft gereserveerd en zijn naam? Hey, zo, nou genoeg plek. Ja, weet je hoe ze jou noemden? Jelek. Jelek? Ja, Jelek. Niet Jelle, maar Jelek. Ja, de Poolse versie. Ik ga voor de lasagne. Ja, we hebben echt goede gesprekken vanavond, jongens. Ja. Jeetje. Kijk eens. Lasagne. Ook lekker lasagne. Eet ze. Eet smakelijk. Zo, die cocktails gaan er wel lekker in. Doe er ook nog een, Lin. We zitten hier uit eten. Dit is. Jelle ligt dus al de hele tijd zo. Lin doet hem even na. Waarom ben je er eigenlijk zo bij gaan liggen? Ja, geen idee. Ik had een beetje steun nodig. Zij trilt heel die bank. Ja, Lin heeft echt een tik, hè? Zeg jij! Jij deed net ook. Jij was net stil en de hele tafel ging. Lin heeft echt. Net zegt je mag niet overdrijven. Lin heeft echt een tik. Die gaat altijd zitten trillen met alle. Kontje krabben. Gio is echt een hele ambitieuze gast. Die kan een hele hoop. Maar hij raakt altijd zijn kaartjes kwijt. Paar keer een kaart. En nu is de hotelkamer. Kaart weg. Dus ja, we moeten z'n vier hier liggen. Hoe gezellig. Ik ga in het midden. Wat vind jij ervan, Bo? Geen mening. Ja, ik vind het altijd zielig voor hem. Want hij gaat helemaal in paniek raken gelijk, die jongen. Ja, dat is wel zielig. Maar... Het is onmogelijk dat hij nog gaat vinden, denk ik. Nou, hij zei ook dat hij hem in een supermarkt heeft laten liggen. En die supermarkt is al dicht. Ja, dus jullie kunnen je kamer sowieso niet in. Nee. Ja, nu slapen we hier met z'n allen. Alleen geen spullen heb je. Oh. Wow, wow, wow. Dit is lijp. Oké, kom eens even mee. Ik was dus weer zo'n idioot die weer zijn pasje kwijtraakt van het hotel. Maar dit is ziek, hè. Ze hebben dus geen receptie bij het hotel. Dus wij dachten, ja, wat moeten we nu doen? Maar kom maar. Ja, dit is echt niet best, ouwe. Dit pasje heb ik dus net gekregen, gewoon. Die kan je uit een lokker beneden halen. En dan kan ik ten eerste gewoon... Dit is onze kamer, hè? Jouw deur mee openen. Zitten hier mensen, denk je? Nee, niet doen, niet doen. Dat durf ik echt niet. Gast, er staat hier een gast met een camera. Oké, let op. Nee. Tjoe. Let op, film het lampje. Ja, maar even... Tjoe, dus jij kan elke hotelkamer in. Elke hotelkamer nu in. Maar dit is dus echt op goed vertrouwen eigenlijk. Ja, dat is, ja, wat ga je ermee doen? Het is een grote verantwoordelijkheid. Ik zeg, we gaan een rondje hotel pakken. Wil iedereen even kijken wat ze hebben? Oh, ziek. Nee, maar ja, we komen dus in ieder geval wel ons hotel. Dus dat is wel fijn. Het is bijzonder dat jij een hotelkamer kaartje kwijtraakt in. Ik weet ook niet hoe dit gebeurt. Een half uurtje. Ik doe nu hier in mijn broekzak. Heb ik het op camera staan. Kijk, dit is dus wat ik bedoel. Het is gewoon een leeg hotel. Geen receptie, niks. Helemaal niks. Jongens, je benen. Dit was de vlog van vandaag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen om 5:30 komt er weer een nieuwe vlog online. En ik hoop jullie allemaal daar weer te zien. Het was een hele indrukwekkende vlog, denk ik, voor velen. Ook voor onszelf. Het was een hele bijzondere dag ook. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Dus morgen om 5:30 komt er weer een nieuwe vlog online. En dan zeg ik nu tot morgen en later.